Welkom bij de 14.1 Continu Transport Biocast. Je ziet hier het bloed door het hart stromen. Je ziet hier de hartkleppen open en dicht gaan. En hier de slagaderkleppen. De longslagaderklep links en de aortaklep rechts. Die kleppen zorgen ervoor dat het bloed maar één kant op kan stromen. Deze klep gaat open als de kamer samentrekt en gaat dicht als die weer ontspant, zodat het bloed niet terug kan stromen. Hier een hartklep. En hier de aortaklep. Goed, continu transport heette deze, onderdeel van hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 heet je levensstroom. 14.2 met kloppend hart, 14.3 het zit hem in het bloed, 14.4 in en om de bloedvaten en 14.5 in en uit, in en uit. We gaan kijken naar het verschil tussen de embryonale bloedsomloop hier, dan komt het bloed via de navelstreng, komt dan terecht in de ductus venosum, en gaat via de ductus venosum naar de lever. 50% gaat ongeveer door de lever en 50% gaat er langs heen. Komt in de onderste holle ader uit. Komt dan terecht via het foramen ovale in de linkerkant van het hart. En gaat dan via de boezem en de kamer door de aorta. Maar de andere helft die komt terecht via de ductus botalli. In de aorta via de rechterkant van het hart en gaat dan naar alle organen. Als die langs de organen terug geweest is, gaat die weer terug de navelstreng in naar de placenta. Als de baby geboren is, wordt de zuurstof opgenomen in de longen, komt het bloed terecht in de linkerkant van het hart en gaat via de aorta en de slagaders naar de rest van het lichaam en komt dan weer terug via de onderste holle ader. Komt terecht in de boezem, in de rechterkamer en gaat dan weer terug naar de longen. Let op de verschillen tussen die twee. De embryonale bloedsomloop en die van het geboren kind. Dit was hem alweer, de 14.1 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.